Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vanaf de markt in Goes. En ik ben hier met Peter. Peter, waar kom jij vandaan? Ik woon nog in Capelle en volgende week woon ik in Goes. Oh, je gaat verhuizen? Ik ga verhuizen, ja. Waarom? Ja, een beetje rust. Ik heb inmiddels mijn AOW en Goes is wat leuker, denk ik. Ja? Je moet het maar afwachten nog. Ja. Want waar kom je eigenlijk vandaan? Geboren, ja? Rotterdam. En dan de sprong naar Zeeland? En dan het Zeeuws meisje ontmoet. Oh, romantisch. Toen zijn we naar Wemeldingen verhuisd. En daarna nog een keer of 10. Met datzelfde Zeeuwse meisje? Ja, met datzelfde Zeeuwse meisje, En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben kunstschilder. Kunstschilder? Ja. Ben je zo gedisciplineerd dat je elke dag schildert? Niet meer, maar in het verleden wel. Ja? Tot 's nachts aan toe. Zo. Want dan moet het eruit. Ja, je moet... Ja. En zit je dan in een atelier of ga je ook naar buiten? Ja. We hebben een aantal keren een galerie gehad in Vlissingen en in Middelburg. En ik heb nog steeds mijn eigen atelier in Capelle, ja. Maar ik bedoel eigenlijk meer als je inspiratie opdoet. Loop je ergens en ga je dan thuis schilderen? Nou, wij zitten heel veel in Frankrijk. En dan schilder ik in de Provence. En in Spanje zitten we vaak. En dan schilder ik de Franse landschappen. En die zijn erg geliefd. Wat gek, hè? Dan zit je in een atelier in Zeeland, zit je Franse landschappen te schilderen. Nee, we gaan met de camper. Oh, je gaat met de camper? Ja. Oh, ja. Ik maak ze daar in het klein en thuis in het groot. En hoe lang schilder jij al? Bijna 50 jaar. Kun je veel verschil zien met je begin? Ja, in het begin kon ik de kosten nog niet mee verdienen, maar... De afgelopen 40 jaar gaat dat prima. Nou, dan heb je het goed gedaan, toch? Ik denk het. Ja. En hoe goed ben je in spelletjes? Ja, dat moet zo blijken. Dat is... Je kennis van Zeeland is goed? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, dan gaan we kijken hoe het met je geheugen is. Ja. Want je krijgt eerst het memory-spel. Dus je krijgt 20 seconden de tijd om de bordjes met de verschillende categorieën in je op te nemen. Ja. Daarna draaien we ze terug. En dan is het aan jou om de goede combinaties te zoeken. Nou, als je ze goed hebt, krijg je 10 punten. Heb je het fout, dan gaan er 5 punten af. En als je het goed hebt, krijg je er ook nog een vraag over Zeeland bij. En dat kan dan nog eens 40 extra punten opleveren. Okay. Maar we gaan het gewoon maar onderspinnen. Ja, gaan we doen. Zenuwen? Nee hoor. Nee? Oh, nou, dan starten we gewoon de klok. Ja, heel hoor. Veel succes. Nou, elk plaatje staat voor een categorie. En dan is de tijd alweer om. Welke wil je als eerste omdraaien? 3 en 4. 3 en 4. Jij dacht, ik begin met de makkelijkste die naast elkaar zitten. Ja, heb je in elk geval al 10 punten binnen. Waar ligt het vliegveld van Schouwen-Duiveland? Ligt dat bij Burghaamstede? Of ligt dat bij Zierikzee? Of ligt dat bij Ellemeet? Ik denk, ik weet het niet zeker. Ik denk bij Ellemeet. Jij denkt bij Ellemeet. Nee, het is bij Burghaamstede. En dan gaan we snel terug naar het bord. 1 en 15. 1 en 15, 2 keer een uil. En 10 punten erbij. Welk diertje kun je rondom retrangement vooral horen? Is dat de boomkikker? Of is dat de bramenkikker? Of is dat de roodoogkikker? Geen idee. Nee, ik zou zeggen denk aan Jan Wolkers, maar ik weet niet of je dat helpt. Ah, de boomkikker. Het helpt je wel, hè? Ja, Jan Wolker was de beschermheer van de boomkikker. Ja, dat klopt. Hij vond het zo'n geweldig mooi kikkertje. Ja. Oh, nou wordt het wat lastiger, denk ik. 8 en 9. 8 en 9. Nee. Ja, en taal, dat is in dit geval Zeeuwse dialecten. Hoe zeggen Zeeuwen viezerikken? Zijn dat A, zeebraken, of stinkvuilen, of vuilderikken? Ik denk C, vuilderikken. Misschien niet precies in waar jij vandaan komt, nee. Maar toch, het is wel goed. Het levert je weer 40 punten op. Je mag er ook eerst eentje draaien.
Oh ja, twee. Ah, waar zaten die nou, hè? 16. 16? Nee. 6. 11. En dat is goed. 10 punten erbij. In welke Zeeuwse schouwburg werd cabaretier Joep van het Hek onwel op het podium? Was dat in Goes? Was dat in Middelburg? Of was dat in Terneuzen? Ja, het zijn alle drie schouwburgen. Ja, ik ken ze wel. Maar waar was het? Joep. Ik denk dat het Middelburg was. Jij denkt dat het in Middelburg was en dat heb je heel goed gedacht. Ja, inmiddels is die officieel gestopt, hè? Ja, hij is gestopt. Het bord wordt leger en leger. 13. De Zeeuwse boerin. 5. 10. 2. Ja, dat waren die dansende mensen van daarnet, hè? Dat is de categorie amusement. Hoe heet het festival dat Michael Harten jaarlijks organiseert in Terneuzen? Dat is op het kopje van Canada. Is dat de Smartlap of de Ballade of de Canon? Ik denk de Ballade. Heb je goed gedacht. En dat levert weer 40 punten op. 17. De koekenpan, dus de categorie culinair. 7. Dat is sport. 12. Oh. 13. Waar zat zij nou? Ja, daar zat ze inderdaad. Wat is de wapenspreuk van Zeeland? Nou, hoef ik eigenlijk geen A, B of C te noemen, hè. Maar goed. Carpe diem, luctor et emergo of ora et labora? Worstel en kom boven, toch? Luctor et emergo. Luctor et emergo. Ja, anders zou je nu verwijderd worden uit de provincie. Ja, nee, dat... 17. De koekenpan. Oh ja, waar was die nou? 7. Nee. Nee, dat is weer die sport. 5. 7. En 7. Die zijn weg. Sport. In welk jaar werd Jan Raas wereldkampioen wielrennen? Was dat in 1980 of in 1979? Of was dat toch in 1961? Dat is toch die Wemeldinger, Jan Raas? Nee. Dat is die. Ik denk 1961. Het is inderdaad al van zo lang geleden. En hier zien we nog op de foto. Nee. De klok loopt, maar als je snel bent, kun je er nog draaien. 14 en 16. 16, ja. Dat is de categorie algemeen. Maar je hebt wel de 10 punten ervan binnen, maar de tijd is op. Dus een vraag, dat lukt niet meer. Okay. Maar je hebt wel 260 punten, dus dat is heel veel. Ja, leuk. Valt het je mee? Ja, ik weet niet wat normaal is, maar... Nou, 260 in elk geval niet. Dus nee, je hebt het goed gedaan. Okay. Jij krijgt van mij deze. Dank je wel. Heel veel plezier ermee, voor als je op reis gaat. Ja, voorlopig moet je me eerst nog mee verhuizen, hè? Ja, precies. Ja, heel veel sterkte met de verhuizing. Dank je wel. Dit was de zomertour van Omroep Zeeland voor vandaag. Graag tot de volgende. En moet je alleen nog... de boel in de vrachtauto laden of moet je ook nog echt kasten leegruimen? Nee, alles is klaar.